Wat voor tips wil je geven aan meisjes die voor de eerste keer seks gaan hebben? Don't do it! Because you will get pregnant and you will die! Guten Tag! Hey jij daar, mijn naam is Tom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Hey jij daar! Hey jij daar, mijn naam is Tom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Kortom. Vandaag met niemand anders dan... Gunther Oesri. Een nieuwe jongenslezende girls met deze jongen die je echt niet kent, maar wel heel erg lijkt op een vrouw die je wel kent. En ik heb echt een hele dikke penis. Vandaag kijken we naar een nieuwe aflevering van de serie waarin er twee jongens voorlezen uit een magazine dat eigenlijk voor meiden bedoeld is. Waarin rare verhaaltjes staan, ongemakkelijke verhaaltjes van mensen. Ja. Over seks. Hou je ervan? Gunta? Nein. Vandaag hebben we hier drie keer de girls. Eentje met iemand die ik niet ken, die is wel oud. Eentje met die twee chicks uit Duitsland. En Shane Mitchell. Niemand minder dan Maan. Voordat we beginnen met Jongens Deze Girls, wil ik graag eerst even een shout-out doen naar het kanaal van Comedy Central. Waarop ik mee heb gedaan in een nieuw programma, namelijk Drunk Cooking. Ik moest dronken koken tegen niemand minder dan Vonneke Bonneke. En we moesten iets koken en dat ging natuurlijk helemaal fout omdat we dronken waren. Hier even een fragment. Heb jij mijn water gejat? Er komt water gewoon uit de kraan. Nee, maar ik had net water in een kan zitten. Oh, wacht, hij staat hier gewoon. Lol. Nou, wil je dat dan zien? Nou, wil kan je niet wachten! Nou, wil je dat dan zien? Vergeet dan... Oh my god, Sophie. Nou, wil je dat nou zien? Vergeet dan niet op het linkje hieronder te klikken. Of hier rechtsboven. Of wacht gewoon tot het einde van deze video en klik door in het eindscherm van deze video. En dan kijk je eerst deze video waar we nu mee verder gaan. Het eerste verhaaltje heet Sperma Spoor. Op de campingdisco voelde ik een jongen tegen me aanschuren en vond ik het eigenlijk wel leuk. Ik had een kort rokje aan. Toen ik bij mijn tent aankwam, trok ik mijn kleren uit en mijn pyjama aan. Mijn oog viel toen op mijn rokje dat op de bagagetas lag. Daar zat slijmerig wit spoor op. Ik denk dat die schurende jongens klaarkwam op mijn rokje. Ik droeg alleen maar een string eronder. Ik ben nu bang dat ik misschien zwanger ben. Ik ben dan namelijk al een paar dagen over tijd, maar dit kan niet, toch? Nee, dat kan inderdaad niet. Lekker blijven schuren, meid. Kromme penis. Oh ja, laatst... Heb je daar wel eens last van? Nee. Laatst lag ik met mijn vriendje op mijn bed en van het een kwam het ander. Voor we het wisten trokken we in de heat of the moment elkaars kleren uit. We hebben het toen voor het eerst veilig gedaan en het was fijn. Toen we daarna uitgeblust tegen elkaar aanlagen, zag ik zijn penis pas echt goed en het viel me op dat deze hartstikke krom is. Ik heb er niets van gemerkt, maar is dit normaal? Ja, het is mogelijk. Ja, volgens mij meeste penissen hebben wel een afwijking, een klein stukje. Wat is de jouwe dan? Volgens mij niet echt. Niet echt. De jouwe zit toch in de vorm van een hashtag? Slapenstaartje. Nee, er bestaan allerlei soorten... Pimelores, piemels zijn in elke vorm of mate, net als vagina's. En sommige kan je gebruiken als kapstok en sommige niet. Ja, maar het is dus in ieder geval wel normaal. Ja, Sophie, hoe gaat het nou met jou? Goed. Ja? Ja. Soms staat een persoonlijke vraag in deze video, hoor je die ook? Nee. Een paar? Nee. Sophie heeft de liefde gevonden trouwens. Toch? Wellicht. Wat? Dat is zo raar. Luchtbedseks. Ik mail jullie vanaf mijn vakantieadres. Samen met mijn ouders sta ik op een camping in Frankrijk. Ze slapen hier in een caravan en ik in een tentje. Nu heb ik verkering met een super lieve jongen die hier ook vakantie viert met zijn familie. We hebben gezoend! Eeuw. En ik heb gisteravond aan hem gevraagd dat hij vanavond bij mij in mijn tentje wil komen. Mijn ouders weten van niets. Mijn ouders weten van niets. Oh, daar heb ik al gelezen. Nu maak ik mijn luchtbed vet veel lawaai als ik draai en ben ik bang dat mijn ouders het horen als hij erbij ligt. Ja. Ik wil graag met hem in mijn tentje en ik wil ook graag seks met hem. Oh. We doen het zo dan natuurlijk wel sowieso veilig, maar hoe kunnen we dit doen zonder geluid te maken? Tape. Duct tape. Girl zegt je moet een ander plekje vinden. Ja, luchtbedden maken wel geluid. Je loopt minder risico om betrapt te worden als je samen de bosjes induiken dan wanneer hij s'nachts naar je tentje komt. En je hoort inderdaad ook al gewoon de rits van de tent. Heb je ooit gekampeerd? Hoe gaat dat geluid? Nou, precies zo. Hier nog een leuke tussen? Nee. We waren het unaniem erover eens. Nee. Next! Lelijke vagina. Ik schaam me heel erg voor mijn vagina. Ik vinger mezelf ineens en heb het gevoel dat mijn vagina verandert daardoor. Klopt dat? Ja. Ik durf ook niet gevingerd te worden door een jongen. Waar is ze bang voor? Of dat... gezien te worden door iemand. Dat de vagina 2 meter naar beneden hangt daarna. Mijn vagina ziet er raar en bruinig uit. Is dit normaal? Nou, jij bent een vrouw, antwoord deze vraag. Welke kleur heeft jouw vagina? Groen. voor zover ik weet kan je vagina niet veranderen van vorm door hoe je hem aanraakt. Ik snap niet wat ze bedoelt met raar en bruinig, maar het zal wel, nee, maar het is ook zal wel prima zijn. De kleur is toch iets donkerder dan je huidskleur? Dat verschilt per persoon. Dus het kan grijs, roze, blank zijn, zwart, alles.
Maar niet groen. Wie legt uit? Je bent vrouw. Ja, maar ik heb toch niet iedereen's kut gezien. Zo'n plaatje opzoeken van vagina's? Nee. Nou, als je dus echt... niet echt behoefte. Je kan gewoon googlen. Of kan je naar... Female. Het poezenboek hadden we vroeger. Echt? En dan kan je allerlei soorten vagines zien. En dan denk je, ah, kan zo. Altijd erger. Alles kan. Alles kan. Je hebt er ook dingen met hele lange schaamlip. Soms laten mensen die wegknippen, toch? Ja. Thanks voor het goede advies. Graag gedaan, ja. Pik. Hoe heb jij nou liefde gevonden, Sophie? Waar kwam het in één keer vandaan? Geen commentaar? Nee. Sophie heeft een vriend meegenomen, maar die mag niet op beeld. Beetje bloed! Ik ben 16 en ik heb al 9 maanden een vriendje. We hebben het ook al best vaak gedaan, maar telkens als hij bovenop ligt doen we een ander standje doen, bloed ik achteraf een klein beetje. Ik heb hier geen last van en als ik zelf bovenop zit. Het is niet veel bloed, maar ik vroeg me toch af, hoe komt dat dan? Ja, dat kan gewoon. Te hard geneukt? Dat kan, zeker. Ah. Of je gaat te hard, of het is allemaal een beetje te klein. Maar ja, als je er geen last van hebt, dan gaat het er niet dood aan, snap je? Dus dat is eigenlijk geen probleem, het is gewoon normaal, kan gewoon bloeden. Thanks, hoe heet je ook alweer? Gunther! Het jeukt! Ja, dat heb je wel eens, hè? Ik zit in de tweede en heb voor het eerst seks gehad met mijn vriend. Een paar uur later had ik ineens heel veel jeuk aan mijn vagina. Het is nu een paar dagen later, ik heb nog steeds jeuk. Ik durf niet tegen mijn moeder te zeggen, zou het een soa kunnen zijn? Kan. Kan ook een infectie zijn. Of een bacterie. Of een fungi. Of een ontstoken vagina. Heb jij wel zo één gehad? Een soa? Ja. Nee. Ik denk dat je gewoon naar de dokter moet gaan als het niet weggaat. Ja, je moet sowieso naar de dokter gaan. Wij zijn geen professionals, dat weet je. Ik heb wel een keer ontstoken vagina gehad. Hoe kwam dat? Dat weet ik. Kun je daar meer over vertellen? Nope. Nee, maar dus misschien wel kunnen mensen wel iets van leren. Ga naar de dokter. Maar hoe wist je dat ontstoken was? Dat merk je wel. Anyway, als je vagina ontstoken is, ga naar de dokter. Is de message van Sophie. Ja. Ook gewoon als je überhaupt denkt dat er iets mis mee is, kan je altijd naar de dokter gaan. De dokter kijkt in iedereen's vagina, niks aan de hand. Gewoon even laten grappelen, weet je wel. Mam, ik heb jeuk! Kom krabben! Oké, dat is... Nee, dat is raar. Ja, dat is heel raar. Oh. Dat is raar. Als dat gebeurt, moet je ook meer naar de politie gaan. Wat mag een moslima? Ik ben een moslim benieuwd wat ik op het gebied van seks wel mag doen. Mag ik bijvoorbeeld een schring of lingerie dragen? Mag ik vingeren pijpen of mezelf bevredigen? En mag ik porno kijken? Ik denk dat jij gewoon moet doen wat jij zelf wil. Sophie, waar word je nou echt gelukkig van op het gebied van seks? Ew, what the fuck? Oké, next! Ik vind het saai! Zo saai! Ik ben 16 en ik masturbeer al. Ik ben 16 en ik strak aan mijn poelen. Ook kom ik klaar als ik masturbeer. Maar het begint saai te worden. Hebben jullie misschien tips voor mij om het spannender te maken? Een vibrator is geen optie. Ja. Nou, wat ik dus zelfs hoor, dat je gewoon één vinger in je kont kan stoppen en een beetje tegen je prostata kan duwen. Vrouwen hebben geen prostaat. Wanneer wel een G-spot in de vagina. Dit was een jongen toch? Dat weten we helemaal niet. Er zijn mannen die dus beter klaarkomen als ze ook iets zeg maar in de... Heb je dat wel eens geprobeerd? Nee. Dat kan geloof maar, zeg maar, ik ook niet. Ik krijg een Z-pil er al niet in. Echt niet, maar die wordt opgezogen. Dus wanneer is je aan, is een stofzuiger. Dat is echt. Dat wist ik nog niet. Nee. Goente. Ja, boer. Wie geeft die? Goed. Condooms. Ik heb thuis een pakje condooms liggen, zijn op de data, maar nog nooit gebruikt. Kan ik ze nog wel gebruiken? Kom. Nee! Nee. Tenzij je graag zwanger wil worden met een excuus. Don't do it. Don't do it. Niet doen. Nee. Wat voor tips wil je geven aan meisjes die voor de eerste keer seks gaan hebben? Don't do it. Because you will get pregnant and you will die. Wat voor tips wil je geven aan meisjes die voor de eerste keer gaan zoenen? Don't do it, it's disgusting and there's a lot of bacteria. Wat voor tips zal je geven aan meisjes die voor het eerst een relatie in willen gaan? Don't do it, men are trash and they all cheat on you. Wat voor advies wil je geven aan meisjes die twijfelen aan hun seksualiteit en een keer eens met een meisje willen proberen? Do it! Get all up in those pussy lips. Wat voor advies wil je geven aan een jongen die een keer eens met een jongen wil proberen? Just do it! Yeah! Wat voor advies wil je geven aan mensen die YouTuber willen worden? Don't do it! Why not? Yeah! Wat voor advies wil je geven aan mij? Don't do it! Wat voor advies wil je geven aan iemand met een SOA? Go to the doctor! Waar is dit gebeurd? Ja, mijn bovenlip plakt. Je lijkt op een insect. I like that look. Je lijkt niet op een insect. Echt een schele joekel. Wacht, ik probeer echt jouw lach na te doen. Beetje bang! Ik ben nog maagd, maar masturbeer wel soms. Ik masturbeer laatst met een voorwerp.
Ik stak het niet heel diep in me, maar het zat er wel een stuk in. Dit was mijn eerste keer dat ik met een voorwerp in me masturbeerde. Lekker. Ik zag toen bloed zitten tussen mijn schaamlippen. Vervolgens kwam er zelfs bloed naar beneden toen ik opstond. Ik vraag me nu af of mijn maagdevlies gescheurd zou kunnen zijn. Ik had me daar wel ervoor geschoren, dus daar zou het ook aan kunnen liggen. Maar ik ben toch een beetje bang voor het eerste. Ten eerste! Kan zijn dat je hebt geschoren. Twee, je zegt een voorwerp. Was het misschien, als je dat doet, ik zweer het je, ik sla je neer. Je wordt in monden. Probeer je mensen advies te geven. Je zegt een voorwerp, maar je zegt er niet bij, is het een mes, een schaar, weet je. Want als je daarmee hebt gedaan, dan snap ik dat bloed. En het is niet je maagdevlies, want heel veel mensen denken dat een maagdevlies een vliesje is wat in je vagina zit. En dan komt een piemel en dan breekt het en dan ga je bloeden. Maar er zit niet daadwerkelijk een vlies. Dat noemen ze gewoon zo. Het is het randje. Maar ik denk niet dat als je hem er dat je een beetje met een voorwerp hebt lopen poren. Kijk, tenzij het een betonblok was of weet ik van wat, dat het gelijk gescheurd is. Er kan niet echt iets scheuren, snap je? Misschien is er een handgranaat geweest. Ja, maar je zegt een voorwerp. Misschien heb je wel een gitaar, weet je wel. Als jij zegt, ik heb hem met een gitaar lopen masturberen, zat er niet helemaal in. De gitaar is zo. Dan snap ik al dat bloed, weet je wel. Dankjewel. Uitbeelden. Nee, dank je. Kun je gitaar spelen? Nee. Ik heb ook geen vagina, dus ik kan dat niet. Wat Hoe is moet fijn? Je pijpen? Hoe moet je pijpen? Wat vindt een jongen lekker? Heb jij daar advies over? Nee, ik kan niet pijpen. Ik zeg, probeer niet je tanden te gebruiken. Dat Jawel, je moet happen. Vinden ze fijn. Je moet alleen maar, je moet zeg maar niet je mond gebruiken, nee. Alleen je tanden. En dan ga je gewoon zo. En dan ga je knabbelen. En dan sla je met je hoofd tegenaan, zeg maar 3 keer. Ik heb al heel erg lang een vriendje en hij wil met mij vrijen. Dat wil ik ook, maar ik ben nogal dik. Zeg dat hè? Ja. Die heb ik ingestuurd. Vergeten. Ik heb een heel lief vriendje en we hebben al best vaak seks gehad. Maar vorige week hadden we ook seks en ik was ongesteld. Ik had voor de eerste keer een tampon Oh nee. Alleen toen we het gingen doen zat de tampon er nog in en dat waren we vergeten. Nu heeft hij de tampon er bij mij zo overheen geduwd dat ik hem in mijn baarmoeder vol zitten. Toen ik hem eruit probeerde te trekken brak het touwtje af en nu krijg ik hem er niet meer uit. Ik durf aan niemand te vertellen. Ik durf wel helemaal niet naar de dokter te gaan. Mijn vriendje denkt ook dat tampon eruit. Dat moet ik toen heel wanhopig. Wat ik wil zeggen is... Ze moet naar de dokter. Je moet naar de dokter. Dus dan bonden te lang in blijven zitten. Zoals in tussen 4 en 6 uur. Dan heb je al heel grote kans op toxic shock syndroom. En dan gaan ze je been amputeren. Dus ga naar de dokter. Het boeit de dokter niet. Dokter heeft echt wel vaker voorwerpen uit iemand moeten vissen. Maar ik snap dat nooit. Want je hoort vaak van die vader van mensen die vergeten dat tampon erin zit. En dat snap ik niet. Ja, zit je gewoon te diep of zo? En ook dat die vriend dat dan niet voelt dat hij er nog in zit, dat snap ik niet. Ik ook niet. Want je vingert iemand eerst wel voordat je denkt dat je iemand erin steekt. En dan zat hij waarschijnlijk al zo diep bij er dat hij... Jesus Christ. Nou, ik zou zeggen inderdaad, ga naar huisarts, want je kunt Hij moet eruit. Je kan echt... Je kan nog oprecht ook aan dood gaan. Over dingen uit mensen vissen gesproken. Mijn moeder, die werkt op het ziekenhuis. En die komt dan wel eens met avondeten, kwam ze dan met verhaal tegen. Ja, vandaag was er iemand die beweerde dat hij gewoon op een aardappel was gaan zitten. En dat hij er zomaar ingevloekt was. Ja, maar zie je, er zijn wel eens mensen met aardappels in het ziekenhuis gekomen. Dus een tampon is waarschijnlijk niet... Ik heb het ook vaker gelezen dat mensen het kwijtraken in hunzelf. Als jullie, zeg maar, ouders hebben die in het ziekenhuis werken, dan herken je dit soort vieze verhalen voor tijdens het avondeten. Oké, Het was zo fijn om met jou te zijn, Sophie. Je mag op zich jezelf nog wel supporten. I almost died. Nadat Sophie me een half jaar heeft genegeerd op alles, was dit een leuke reunie, toch? Nee, nou weet ik weer precies waarom ik dat gedaan heb. Hoezo? Wat heb ik vandaag gedaan? Anyway. Nou, bedankt voor het kijken. Ga nu naar mijn kanaal. Ja, ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je dit een leuke serie vindt. Vergeet Sophie niet te checken. We hebben ook een video gemaakt op het kanaal van Sophie. En hier in beeld zie je nu ook de aflevering van Comedy Central. Ik zeg bedankt voor het kijken. Ik zeg bedankt voor het kijken. Duimpje op, helemaal abonneer. En... Bedankt voor het kijken. Ah, nee, je kon niet zomaar met een druk gooien.